Vanaf 1 uur 's middags was het een en al gebrom van deze crossfietsen. Er zijn in verschillende categorieën geraced op de banen van Facilda's Practice Facilities aan de Javaweg. Men begon eerst op de buitenste baan en vervolgens mocht er ook gestreden worden op het spectaculaire binnengedeelte, waarbij er heuvels waren die voor sensationele jumps zorgden. Volgens Rudy Soeklaal van de organisatie een erg succesvolle dag. Heel geweldige dag. We hadden aan het einde van de dag een beetje regen, maar dat mocht de pret zeker niet derven. Het was een crossrace. De laatste crossrace is alweer 2 jaren terug. Toen was de publieke belangstelling enorm groot voor dit evenement. En na 2 jaar was het goed opgekomen publiek niet teleurgesteld. Ze gaan 6 laps in deze race. Oké, we hadden verwacht veel deelnemers, goede publieksopkomst en dat hebben we ook gehad. Er is in 2,5 jaar geen crossrace geweest. We hebben het ook 6 weken geleden besloten, dus de rijders hebben kort dag gehad om te oefenen. De organisatie heeft ook kort dag gehad om te organiseren, maar het is al bij al toch een geslaagd evenement geweest, mogen wij zelf zeggen, als organisatie. De klasses werden verdeeld in onder andere de grootte van de motoren. En het was een straight-up race, waarbij de persoon die als eerst eindigt na 4 of 6 rondes de winnaar was van de race. Maar deze wedstrijden hadden ook nog eens een internationaal karakter. We vonden het natuurlijk geweldig dat we gasten uit Guyana gekregen hebben. Het waren spannende races. We hebben kinderen gehad die meegedaan hebben, we hebben dames gehad die meegedaan hebben, we hebben oudere mensen gehad die meegedaan hebben. En dus goede opkomst qua deelnemers en ook qua publiek, een hele goede opkomst. Dus we zijn dik tevreden. Het publiek heeft op verschillende wijzen kunnen genieten van deze wedstrijden. Het duurde in totaal ongeveer 5 uren en hierna was de prijsuitreiking. Maar wie was volgens Rudy Soeklaal de grote winnaar tijdens dit spektakel? De grote winnaar zijn alle deelnemers, omdat ze eindelijk weer op een baan mee kunnen doen aan een crossrace. Dat is wat we wilden, dat is wat ze gehad hebben en zij zijn de grote winnaars. Alle kinderen die meegedaan hebben, maar ook die veteranen die weer op die cross gaan zitten en weer meedoen en ook nog een race winnen. Dat is mooi om te zien. Heel veel gelukkige mensen, zowel deelnemers als supporters. Het enthousiasme was zonder meer af te lezen. Maar wat zijn de volgende stappen? We gaan sowieso evalueren. Er zijn natuurlijk wat schoonheidsfoutjes geweest die we de volgende keer niet willen. Kijk, met crossen, voor de crossbaan maakt het weer eigenlijk niet zoveel uit. We kunnen de droge tijd crossen, we kunnen de regentijd crossen. Maar voor het organiseren van een crossrace heb je natuurlijk wel een beetje droog weer nodig. Voornamelijk vanwege de parkeerplaats die we hier hebben. En het terrein wordt drassig als het regent. Dus we proberen in december nog wat te doen, maar het hangt eigenlijk allemaal af van het weer. Zolang het weer droog is, kunnen we crossrace organiseren. Als het regent, dan houdt het op.